Eenmaal terug in het dorp kon Lucien nauwelijks geloven dat het allemaal echt gebeurd was. Hij, de gewiekste zakenman, had zich door een oude, excentrieke vrouw compleet laten overrompelen. Als een kleine jongen was hij weggestuurd om na te denken over een aanbod waarvan hij tot op dat moment nog niet eens had geweten dat hij het wilde doen. O, natuurlijk had hij gespeeld met die gedachten. Daarom had hij Deborah laten komen en daarom was hij ondanks de waarschuwingsborden het terrein opgegaan. Maar die vrouw deed alsof de beslissing al genomen was. Lucien parkeerde zijn auto op het daarvoor bestemde ruimte voor het dorpshotel en stapte uit. Hij kreunde even toen het volle gewicht van zijn lichaam op zijn pijnlijke enkel terecht kwam en vertrok zijn mond. Het was wel degelijk gebeurd. De omzwachtelde voet was er immers het gevoelige bewijs van. In de hotelbar wachtte een verontwaardigde Deborah hem aan een tafeltje op. Lucien, waar ben je in vredesnaam mee bezig? Begroette ze hem toen hij de schaars verlichte ruimte binnenstrompelde. Haar blik viel op zijn verfomfaarde parka die door de val besmeurd was met modder. Wat zie je eruit? Hoe komt die troep op je jas? Eerst een whisky. Lucien gebaarde naar de hotelhoudster die afwachtend achter de kleine bar stond. Jack Daniels met ijs graag. En wat wil jij, Deb? Campari soda, zei Deborah en ze hield haar brandende vragen in tot Lucien zijn jas had uitgetrokken en tegenover haar was gaan zitten. Zo, en vertel nu maar eens wat er aan de hand is. Lucien begon zachtjes te lachen. Eigenlijk weet ik dat zelf niet. Het lijkt wel of er vreemde krachten buiten mij om aan het werk zijn. Deborah trok haar fraaie wenkbrauwen hoog op. Vreemde krachten? Lucien, het gaat toch wel goed met je? Sinds wanneer geloof jij in vreemde krachten? Sinds ik ene Felicia Kramer ontmoet heb, grinnikte Lucien. Hij nam een slok van de whisky die de hoteleigenaresse voor hem neerzette en zei: Mevrouw Stegeman, mag ik u iets vragen? De vrouw bleef staan. Natuurlijk, meneer De Wit. Waarmee kan ik u helpen? Is de kamer niet naar uw zin? Ik kan u wel een andere geven. Nee, de kamer is prima, verzekerde Lucien haar. Ik wilde u iets heel anders vragen. Ik heb vanmiddag kennis gemaakt met Felicia Kramer en ik vroeg me af of u iets meer over haar kunt vertellen. Meneer De Wit, het is absoluut niet mijn gewoonte om over anderen te roddelen, reageerde de vrouw verontwaardigd. Ze keek wat schichtig om zich heen en liet haar stem dalen. Maar als u het mij zo op de man af vraagt, die vrouw heeft ze niet allemaal op een rij. Oh, er zit geen kwaad bij hoor, zo bedoel ik het niet. We zijn allemaal erg op haar gesteld, maar ze is wel een beetje, nou, hoe zal ik het noemen, nou ja, een beetje vreemd. Al dat gepraat over aura's en geesten die om ons heen zijn. Af en toe roepen de rillingen over mijn rug als ze het daarover heeft. Maar ja, wat wil je? Ze woont al meer dan 50 jaar in haar eentje tussen de ruïnes. Daar word je toch wel een beetje gek van? Ze haalde diep adem en boog zich nog dichter naar Lucien toe. Ze zeggen dat er soms vreemde dingen gebeuren daar bij het klooster. Dirk Meinders, de slager, heeft het zelf gezien. Rare zwevende lichten, geesten die 's nachts aan het dansen zijn. Het is daar niet pluis, meneer De Wit. Ze richtte zich weer op en vervolgde op luidere toon. Ik weet niet waarom u zo geïnteresseerd bent in dat klooster, maar als ik u was, zou ik de monniken maar met rust laten. En met die waarschuwing draaide ze zich om en liep terug naar de bar, waar zich inmiddels alweer een andere hotelgast had aangediend. Deborah had het relaas met stijgende verbazing aangehoord. Monniken? Geesten? Ben jij serieus met die dingen bezig? Ik weet dat je een beetje overwerkt was, Lucien, maar dat het zo erg zou zijn? Lucien hief zijn handen ter verdediging op. Ho, het zijn haar woorden, niet de mijne. Ik ben op dit moment alleen nog maar geïnteresseerd in de locatie. Deborah nam het heft in handen. Oké, dan, even alles samenvatten om te zien of ik je goed begrijp. Een paar weken geleden begon je te praten over de financiering en het bouwen van een spiritueel centrum. Aan de hand daarvan heb ik informatie opgevraagd over een aantal bestaande centra om te zien wat er allemaal bij kwam kijken. Vervolgens heb je via makelaars een paar adressen gekregen van volgens hen geschikte locaties. En gisteren ben je in de auto gestapt om persoonlijk polshoogte te gaan nemen en alles te bekijken. Correct? Inderdaad,
Lucien knikte. Die locaties waren waardeloos. Ik had de moed al opgegeven tot ik gisteren toevallig een verkeerde afslag nam en in dit dorp terecht kwam. Ik stopte voor een kop koffie en knoopte een gesprekje aan met de hoteleigenaresse. Ik liet vallen dat ik geïnteresseerd was in oude gebouwen. En zij vertelde me dat net buiten het dorp een ruïne stond van een Benedictijnenklooster uit de vorige eeuw. Mijn belangstelling was gewekt. Ik besloot een nachtje te blijven en op onderzoek uit te gaan. En wat ik ervan zag, beviel me wel. Dus daarom vroeg ik jou hierheen te komen, zodat we in de komende dagen samen het een en ander kunnen opstarten. Maar zo te horen, heb je zelf al het een en ander opgestart, begreep Deborah. En wie is die Felicia Kramer? Hoe past zij in het verhaal? Felicia is de eigenaresse van het terrein, zei Lucien. Hij vertelde over de vreemde ontmoeting van die middag en besloot: het gaat allemaal een beetje anders dan ik verwacht had. Maar ik vind het zeker de moeite waard om te onderzoeken of er hier inderdaad mogelijkheden liggen om mijn plannen te realiseren. Het is nu te laat om ergens achteraan te gaan, maar misschien kunnen we de komende uren benutten met het maken van een plan de campagne. Ik stel het volgende voor. Een jaar later. Lavinia trommelde ongeduldig met haar vingers op het bureau. Terwijl ze de hoorn van de telefoon naar haar andere oor verplaatste, luisterde ze met stijgende verontwaardiging naar de stem aan de andere kant. Meneer Dales, begrijp ik het goed? U vertelt me dat ik binnen een paar maanden mijn praktijk moet sluiten omdat dit gebouw tegen de vlakte gaat? En u kunt mij geen vervangende ruimte aanbieden? Ik kan me niet voorstellen dat dit een correcte gang van zaken is. U hoort van mij, meneer Dales. Ik laat het er niet bij zitten. Met een klap gooide ze de hoorn op de haak en bleef verslagen achter haar bureau zitten. Dit was toch niet te geloven? Ze had toch niet al die jaren keihard gewerkt aan het opbouwen van haar praktijk om er nu zonder pardon uitgezet te worden door een kwal van een vent die dacht dat zijn pand meer opleverde als hij het door een projectontwikkelaar tegen de vlakte liet gooien. Had ze daarvoor al die jaren keurig op tijd haar huur betaald? Ze schoof haar stoel met een ruk achteruit en beende briesend van woede door de werkkamer. Ze zou het er niet bij laten zitten. Ze zou een advocaat inschakelen. Ze zou een proces aanspannen. Een klop op de deur onderbrak haar woedende gedachten en Lavinia stond abrupt stil. Ze had toch geen afspraak meer voor deze middag? Verstoord opende ze de deur en nam de haar onbekende man argwanend op. Ja? Vroeg ze niet bepaald vriendelijk. Mevrouw van Kouwhoven, mag ik even binnenkomen? Mijn naam is Lucien de Wit en ik zou graag even met u willen praten. Waar gaat het over? Lavinia nam aan dat hij een vertegenwoordiger was van een of ander vaag geneesmiddel tegen depressies en voelde er weinig voor om hem binnen te laten. Ze had op dit moment wel andere dingen aan haar hoofd. Ik heb gehoord dat u binnenkort uit het pand moet vertrekken. Misschien kan ik u helpen, kwam de man meteen ter zake. Lavinia staarde hem aan. Hoe kon hij dat nou weten? Ze had het zelf nog maar net gehoord. Aarzelend deed ze een stap achteruit. Tja, in dat geval komt u maar even verder. Dank u. Lucien stapte de werkkamer binnen en keek nieuwsgierig om zich heen. De kamer was spaarzaam maar comfortabel gemeubileerd met twee leunstoelen, de onvermijdelijke sofa en een donker gebeitste houten salontafel. Het bureau en de grote archiefkast in de hoek pasten qua stijl goed bij het zitgedeelte en het geheel maakte een prettige indruk. Gaat u zitten. Lavinia wees naar de stoel voor haar bureau en nam tegenover hem plaats. Ze keek hem afwachtend aan, maar bleef zwijgen. Lucien voelde zich een beetje verward onder de kritische blik uit haar bruine ogen. Hij had eigenlijk een oudere dame verwacht, met een grijs knotje en een bril op haar neus. Niet deze jonge schoonheid met haar kastanjekleurige wilde haardos. Zeg mijn naam iets, opende hij het gesprek. Lucien de Wit? Lavinia fronste haar voorhoofd. Ergens in haar achterhoofd rinkelde een belletje, maar ze kon de naam niet zo snel thuisbrengen. Nee, het spijt me, u moet me even helpen, bekende ze. Ik heb geen idee. Goed, Lucien verschoof even op zijn stoel. Ik ben degene die vorig jaar het klooster gekocht heeft. Oh, Lavinia moest dit even verwerken. U bedoelt waar nu dat centrum gebouwd wordt? Inderdaad, ja. Het heeft wat moeite gekost, maar sinds een paar maanden zijn we met de bouw gestart en ik hoop dat we in september kunnen openen. Ik heb begrepen dat u bezwaren heeft tegen de vestiging van de reizende zon. Lavinia beet op haar lip.
Meneer de Wit, ik denk dat u doelt op dat artikel in de krant waarin ik me uitsprak tegen het vormen van bepaalde spirituele groeperingen die gevaar kunnen opleveren voor de jeugd. Hij knikte en ze ging verder. Uw bestemmingsplan was voor de betreffende journalist inderdaad het uitgangspunt van het interview. Maar ik kan me niet herinneren dat ik me specifiek heb uitgesproken tegen de vestiging. Niet met zoveel woorden, nee, moest Lucien toegeven. Maar aangezien u een autoriteit bent op het gebied van sectes, waren uw uitspraken voor de gemeente wel aanleiding om de uitvoering van de plannen te vertragen. Het artikel heeft al met al mij een hoop geld gekost. Waarom bent u hier? Vroeg Lavinia op de man af. Ik neem toch niet aan dat u zomaar voor de gezelligheid op bezoek komt. Nee, ik wil u een voorstel doen. Lucien boog zich naar haar toe. De reizende zon is bedoeld voor mensen die een nieuwe balans in hun leven zoeken door middel van meditatie, bezinning en het inslaan van andere wegen, met name op het geestelijk vlak. Soms is daar deskundige hulp bij nodig en u als psychotherapeute zou daar een rol in kunnen spelen. Lavinia schoot onwillekeurig in de lach. Kom nou toch, meneer de Wit. U denkt toch niet dat ik me wil verbinden aan een instituut dat precies datgene vertegenwoordigt waartegen ik al jaren vecht? Dat ik mee zou helpen aan het vormen van de zoveelste vage spirituele secte. Ik had u intelligenter ingeschat. Ik u ook, merkte Lucien laconiek op. Als u zich wat beter verdiept had in de doelstellingen van de reizende zon, dan had u kunnen weten dat we niets te maken hebben met welke secte dan ook. Hij haalde een dun boekwerkje uit zijn aktentas en legde het op het bureau. Ik laat dit bij u achter. Leest u het eens rustig door en als u vragen hebt, kunt u mij altijd bellen. Mijn visitekaartje zit erbij. Hij maakte aanstalten om op te staan, maar Lavinia hield hem met een handgebaar tegen. Ik zou graag willen weten waarom u juist mij die baan aanbiedt, zei ze. Als door mijn toedoen uw plannen inderdaad vertraging hebben opgelopen, dan begrijp ik niet waarom u naar mij toe komt. Lucien stond op. De jongensachtige grijns verscheen op zijn gezicht. Mevrouw van Kouwenhoven, ik herken kwaliteit als het op mijn pad komt. Die eigenschap zorgt ervoor dat ik een goed zakenman ben. Dat uw overtuiging niet altijd synchroon loopt met die van mij, wil niet zeggen dat wij geen zaken zouden kunnen doen. U bent goed in uw werk. Ik in het mijne. U hebt binnenkort een nieuwe praktijkruimte nodig en ik kan u die bieden. Sterker nog, de samenwerking met mij en mijn centrum verzekert u van een toename van cliënten. Sta open voor nieuwe mogelijkheden, hoe bizar u die ook in eerste instantie voorkomen. Hij liep naar de deur en voegde eraan toe. Mocht u zin hebben om hier verder over door te praten, dan nodig ik u uit om volgende week donderdag bij mij thuis langs te komen. Zullen we zeggen 8:00 PM? Het adres vindt u op mijn kaartje. Ik verwacht u. Tot ziens, mevrouw van Kouwenhoven. Blijft u gerust zitten. Ik kom er zelf wel uit. Overrompeld staarde Lavinia naar de deur die met een zachte klik achter Lucien in het slot viel. Wat moest ze hier nu weer van denken? Een uitnodiging om bij hem thuis verder te praten? Zou hij al zijn zaken in privésfeer afhandelen? Of wilde hij met zijn ongetwijfeld luxueuze woonomgeving een verpletterende indruk op haar maken? Ze haalde haar schouders op. Ach wat, ze was echt niet zo gek om op zijn aanbod in te gaan. Er waren in de buurt vast locaties die beter geschikt waren. Ze schoof het informatieboekje van de reizende zon geïrriteerd opzij en pakte de telefoon. Haar vriendin Julie was advocate. Zij zou wel een manier weten om de huiseigenaar voor het gerecht te slepen en te dwingen haar een alternatieve werkplek aan te bieden. Vastberaden begon Lavinia het nummer in te toetsen. De verwarrende herinnering aan Luciens aantrekkelijke gezicht duwde ze resoluut weg. Lavinia, je bent toch niet echt van plan bij die vent langs te gaan, hè? Verbaasd keek Tom op van zijn krant. Vorige week zei je nog dat het een absurd voorstel was. En nu vertel je me dat je vanavond naar hem toe gaat? Lavinia haalde haar schouders op en begon mond bij het boel af te ruimen. Ik ben van gedachten veranderd. Dat kan toch? Tom legde de krant neer. Waarom? Wat is er dan gebeurd dat je zijn aanbod alsnog in overweging zou willen nemen? Niets. Er is niets gebeurd. Lavinia voelde een lichte irritatie opkomen. Maar als je het dan zo nodig wilt weten, Lucien de Wit heeft me een zakelijk voorstel gedaan en op advies van Julie heb ik besloten zijn voorwaarden aan te horen. Dat is alles. Ben je nu tevreden?
Begrijp het niet. Tom schudde verbouwereerd zijn hoofd. Sinds die vent begonnen is met dat reizende zongedoe, heb ik jou er alleen maar negatief over horen praten. En jou niet alleen, het hele dorp was tegen. Niemand wilde dat centrum hebben. De gemeente niet, dorpelingen niet, niemand. Nu zijn we 10 maanden verder en is het oude klooster veranderd in een opvangcentrum voor een stelletje getikte westerlingen en opeens wil mijn vriendin er haar praktijk in gaan vestigen. Vertel jij me dan maar eens hoe dat mogelijk is. Lavinia probeerde haar geduld te bewaren. De gemeente en het grootste deel van het dorp hebben ingezien dat ze er alleen maar beter op worden. Die getikte westerlingen, zoals jij ze zo onerbiedig beschrijft, brengen namelijk geld in het laadje. Bij de bouw wordt alleen maar gebruik gemaakt van lokale aannemers en de beschikbare functies in het centrum zijn bestemd voor mensen uit de directe omgeving. Werkgelegenheid noemen ze dat. Ja, en dat geldt ook voor mij, want je weet donders goed dat ik hier in de buurt geen andere locatie toegewezen krijg. De gemeente weigert een vestigingsvergunning voor me af te geven, omdat in het bestemmingsplan voor de reizende zon al een vergunning is toegewezen. En ons dorp is te klein om de vestiging van meerdere therapeuten te rechtvaardigen. Ze haalde even diep adem. Het alternatief is dat ik naar de stad moet uitwijken en daar heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Ik voel me lekker hier in het dorp, waarom zou ik weggaan? Ik bleef even stil na haar woorden. Ik had nooit gedacht dat jij je principes zou verloochenen uit puur eigenbelang, merkte Tom zwaar teleurgesteld op. Zie je niet wat je doet, Lavinia? Je verkwanselt je ziel voor geld. Hij stond abrupt op en liep naar de gang. Denk er nog maar eens goed over na. Hij griste zijn jas van de kapstok en sloeg de voordeur met een klap achter zich dicht. Een paar seconden later liep hij langs het raam van de woonkamer, maar hij keek niet op of om en zwaaide niet, iets wat hij normaal gesproken altijd wel deed. Lavinia probeerde tevergeefs de tranen die achter haar ogen brandden tegen te houden. In het begin was alles volmaakt geweest, maar de laatste tijd hadden Tom en zij steeds vaker ruzie. Oh, geen grote meningsverschillen, het ging eigenlijk altijd over kleine, onbelangrijke dingen, maar de irritatie over en weer groeide wel degelijk. Een paar weken na hun kennismaking had Tom gevraagd of ze bij hem wilde intrekken en met een licht hart had ze haar spullen uit haar appartementje verhuisd naar zijn woning aan de rand van het dorp. Zonder problemen verdeelden ze de noodzakelijke huishoudelijke taken en probeerden hun leven samen op een goede manier in te richten. Tom had een baantje als portier op een kantoor in de stad en vertrok elke morgen al vroeg naar zijn werk. Het verbaasde Lavinia wel dat hij genoegen nam met een functie die volgens haar ver onder zijn niveau lag, maar Tom verzekerde haar dat hij het allemaal prima vond. Geld en status interesseerden hem niet meer sinds hij zijn rechtenstudie had opgegeven om naar Australië te gaan. In zijn vrije tijd was hij vaak op de sportschool te vinden om zijn gespierde lijf in conditie te houden. Dat vond hij veel belangrijker dan een functie met meer inhoud, waarvoor hij ongetwijfeld ook een gedeelte van zijn vrije tijd zou moeten opofferen voor het volgen van cursussen en bijscholingen. De laatste weken echter bleef hij steeds vaker na het sporten nog een poosje aan de bar hangen. Als Lavinia daarover klaagde, haalde hij zijn schouders op en zei dat het er gewoon bij hoorde. Een beetje kletsen met de jongens, een biertje drinken, daar steekt toch geen kwaad in, was zijn laconieke reactie. Dat Lavinia steeds vaker met een verpietende maaltijd op hem zat te wachten en daar nog de pest erin had, vond hij geen reden om zijn gedrag te veranderen. Natuurlijk zat het Lavinia niet lekker, maar de door Tom aangedragen oplossing om dan ook maar lid te worden van de sportschool, zodat ze na afloop samen aan de bar konden hangen, vond ze ook niet echt aantrekkelijk. Zij las liever een boek of keek naar een mooie film op de televisie, iets waar Tom duidelijk minder in geïnteresseerd was. Omdat we nu samen wonen, hoeven we toch niet alles samen te doen, had Tom op een gegeven moment gezegd toen het onderwerp weer eens te sprake was gekomen. Hij had haar in zijn armen getrokken en gefluisterd. Ik hou van je, Lavinia, maar ik ben ook gesteld op mijn vrijheid. Ik wil af en toe met mijn vrienden op stap kunnen, zonder dat ik bij thuiskom een onverongelukt vrouwmens over me heen krijg. Dat is toch niet te veel gevraagd? Eenmaal in zijn armen vergat Lavinia stevast waaraan ze zich even daarvoor toch zo geërgerd had. De seks met Tom was altijd verrassend, soms teder en zorgzaam, op andere momenten dwingend en eisend, al naar gelang zijn stemming was.
Voor Lavinia, wiens eerdere ervaringen op dat gebied niet echt inspirerend te noemen waren, was dit aspect van haar relatie met Tom een openbaring. Soms voelde ze zich, ondanks haar 32 jaar, een groentje wanneer Toms aanrakingen haar naar ongekende golven van verrukking brachten. Ze had nooit geweten dat ze zich zo schaamteloos en zonder gêne aan een man kon en wilde overgeven, maar in Toms armen was niets vreemds of onbespreekbaar. Toch bekroop haar de laatste tijd wel eens een gevoel van twijfel. Zou ze op de lange duur tevreden kunnen zijn met een partner die zo weinig interesse had in de dingen die haar boeiden? Kunsttentoonstellingen, een toneelstuk, poëzievoordracht. Sinds ze Tom kende kwamen dat soort dingen niet meer in haar agenda voor. En of de fantastische seks genoeg was om dat allemaal te vervangen? Lavinia zuchtte en droogde haar tranen. Het was niet echt leuk om de dag te beginnen met een potje janken, maar soms luchtte het wel op. En vanavond zou ze een bezoek brengen aan Lucien de Wit, hoe afwijzend Tom daarop tegenover stond. Ze liet zich door hem toch niet de wet doorschrijven? Ze was een zelfstandige, moderne vrouw die haar eigen boontjes kon doppen. Het werd tijd dat Tom daar ook eens rekening mee hield. Vastberaden rende Lavinia de trap op naar de badkamer. Want als deze moderne jonge vrouw op tijd op haar werk wilde zijn, dan moest ze nu als de donder opschieten. Die avond reed Lavinia een beetje nerveus over de smalle landweg die naar de wijde blik leidde. De oude boerderij lag vlakbij het kloosterterrein en was, zoals ze begrepen had uit de verhalen van de dorpsbewoners, vrij snel na aanvang van de werkzaamheden door Lucien als woonhuis betrokken. Om een oogje in het zeil te houden, had de slager meest muilend opgemerkt toen ze in zijn winkel stond en toevallig het gesprek tussen hem en een andere klant opving. Alsof dat nodig is. We weten heus wel wat werken is, misschien wel beter dan die westerlingen. Hij boog een pond gehakt af en ging verder. Toch had hij er beter aan gedaan om het klooster met rust te laten. Het is daar niet pluis en ik kan het weten. Ik heb het immers met eigen ogen gezien. Duizenden lichtjes en halfnaakte mannen en vrouwen dansen om het vuur. Ik wist niet wat ik zag. Lavinia had lichtelijk geamuseerd haar wenkbrauwen opgetrokken. In de vorige versie van het verhaal ging het om slechts enkele lichtjes en waren het de geesten van monniken geweest die gedanst hadden. De slager had haar zachte gegrinnik genegeerd en was op fluisterende toon verder gegaan. Heb je het gehoord van zwarte Bettus? Ze zijn bang dat een van zijn beesten de gekke koeienziekte heeft. Nou, daar zijn we klaar mee. Maar let op mijn woorden, dat is pas het begin van de ellende. Sinds die graafmachines met het terrein aan het omwoelen zijn, gebeuren er vreemde dingen hier in het dorp. Heel vreemde dingen. En met een laatste betekenisvolle blik op zijn aandachtig luisterende klant, overhandigde hij gedienstig het tasje met vlees. Lavinia fronste haar voorhoofd bij de herinnering aan het voorval. Zou Lucien weten dat er in het dorp allerlei fantastische verhalen eronder deden? Misschien kon ze het vanavond voorzichtig ter sprake brengen, want het oeroude bijgeloof speelde in deze omgeving nog steeds een grote rol waarmee wel degelijk rekening moest worden gehouden. Ze parkeerde haar kleine Suzuki Alto naast een grote landrover en stapte uit. Een beetje aarzelend liep ze in de richting van de voordeur. Ze ging er maar vanuit dat haar gastheer de gewoonte van het platteland om de achterdeur te gebruiken nog niet had overgenomen en drukte op de bel. Mevrouw van Kouwenhoven, wat prettig dat u gekomen bent. Lucien deed zelf de deur open en pakte haar jas aan. Komt u verder. Wilt u ook een kop koffie of hebt u liever thee? Koffie graag, accepteerde Lavinia en ze liep wat onwennig naar de comfortabel uitziende bank die Lucien als zitplaats aanwees. Ze liet zich voorzichtig in de zachte kussens zakken en keek nieuwsgierig om zich heen. Lucien had de inrichting aangepast aan de stijl van de boerderij en de kamer ademde een ouderwetse, maar gezellige sfeer uit. Bevalt het je? Informeerde Lucien glimlachend, terwijl hij haar een aardewerker koffiemok aanreikte. Lavinia bloosde. Sorry, ik wilde niet nieuwsgierig zijn. Geef niets, ik doe het ook altijd als ik ergens voor het eerst kom, bekende Lucien. En hij ging in de andere hoek van de bank zitten. Zo, dus je bent toch gekomen. Uit nieuwsgierigheid of om zaken te doen? Beide, gaf Lavinia toe. Ze ging een beetje verzitten en keek Lucien aan. Meneer de Wit, begon ze. Lucien, mijn naam is Lucien, viel hij haar in de rede. Dat praat iets makkelijker. En jij heet Lavinia. Goed dan, Lucien. Wat ik wilde zeggen... Oh, de koekjes. Ik heb de koekjes vergeten. Wacht even, ik kom zo terug.
Lucien haastte zich naar een kast in de hoek van de kamer. Waar zijn ze nou? Ik weet toch zeker? Oh, hier. Opgelucht kwam hij weer naar haar toe en hield de koekjestrommel voor. Lavinia schudde verlegen haar hoofd. Dank je, maar ik heb net gegeten. Oh, Lucien keek een beetje beteuterd. Weet je het zeker? Ze zijn erg lekker hoor, zelf gebakken. Door jou? Lavinia kon het zich nauwelijks voorstellen. Nee, door Vlis natuurlijk. Ik kan nauwelijks een ei bakken, laat staan koekjes. Lucien trok een gezicht en Lavinia schoot in de lach. Is Vlis je vrouw? Oeps, sorry, ik ben weer nieuwsgierig. Vlis? Nee, ik vind haar een schat, maar ze is toch echt een beetje te oud voor mij, antwoordde Lucien. Ik bedoelde Felicia, de vrouw van wie ik het klooster heb gekocht. Zij zorgt ervoor dat ik niet verhonger. Felicia Kramer? Lavinia herinnerde zich ineens weer de ontmoeting in de Gouden Gans. Ik heb haar vorig jaar een keer persoonlijk ontmoet, maar verder ken ik haar alleen uit verhalen van de dorpelingen. Die ongetwijfeld vertellen dat ze een zeer excentrieke, door vreemde krachten behekste oude vrouw is, merkte Lucien een beetje bitter op. Ik wou dat de mensen eens wat verder keken dan hun neus lang is. Wat voor mens is Felicia in jouw ogen dan? Wilde Lavinia weten. Lucien begon fijntjes te glimlachen. Hoor ik hier een beroepsmatige interesse? Vroeg hij, maar hij gaf geen antwoord op haar vraag. In plaats daarvan pakte hij de koffiepot en schonk haar beker nog een keer vol. Zullen we maar ter zake komen, stelde hij voor. Lavinia knikte. Ja, dat is inderdaad de bedoeling van dit bezoek. Ze pakte het boekje dat Lucien haar had gegeven uit haar tas en sloeg het op een gemarkeerde bladzij open. Uit de brochure kon ik opmaken dat het centrum een onafhankelijk werkend instituut is dat opvang biedt aan mensen van alle gezinten die hulp nodig hebben bij of op zoek zijn naar een manier om hun leven een andere wending te geven. Correct weergegeven, prees Lucien en hij knikte haar toe. Ga verder. Om die hulp te kunnen bieden zal aan het centrum een aantal hulpverleners aangetrokken worden, waaronder dus een psychotherapeut. Ik heb er lang over nagedacht en in principe zou ik voor die functie in aanmerking willen komen. Maar ik heb nog wel een aantal vragen, begon Lavinia. Allereerst. Terwijl Lavinia haar vragen stelde en aandachtig luisterde naar Luciens antwoorden, leek de tijd voorbij te vliegen. Om 10 uur keek Lavinia stom verbaasd op haar horloge. Is het al zo laat? Riep ze uit. Jeetje, ik had geen idee. Ik ook niet. Lucien gebaarde haar te blijven. Je gaat nog niet weg hoor. Vlis heeft ter gelegenheid van jouw bezoek een fles van haar eigen gemaakte vlierbessenwijn neergezet. Ze zou me ombrengen als ze de fles morgen ongeopend in de koelkast ziet staan. Vooruit dan maar, accepteerde Lavinia lachend. Ze was een beetje stijf geworden van het lange zitten en bewoog haar schouders behoedzaam op en neer. Laten we de wijn meenemen naar de serre, bedacht Lucien. Het is volle maan en het uitzicht is werkelijk betoverend. Kom. Achter elkaar liepen ze door de smalle gang via de keuken naar de nieuw aangebouwde serre die uitkeek op het kloosterterrein. Lucien had gelijk. Het landschap leek wel betoverd door het licht van de volle maan. De graafmachines, die zich ongetwijfeld op het terrein bevonden, bleven verborgen in de schaduwen van de bomen. De contouren van het klooster waren duidelijk te zien en Lavinia wendde zich verbaasd tot Lucien. Ik dacht dat het één grote ruïne was, riep ze uit. Dat was het ook, gaf Lucien toe. Maar inmiddels hebben we al een groot gedeelte in de oude staat teruggebracht. Ik verwacht dat we over een week of 6 met de binnenwerkzaamheden kunnen beginnen. Hij voelde de warmte van Lavinia's lichaam vlak naast zich en had de grootste moeite zich op haar woorden te concentreren. Sinds hij vorige week haar praktijk was binnengestapt, was ze zeer regelmatig in zijn gedachten geweest. Of eigenlijk was ze helemaal niet meer uit zijn gedachten geweest. Dat was vreemd, want in Luciens leven speelden vrouwen geen grote rol. Het idee om een verbintenis aan te gaan had hem altijd benauwd en er waren maar weinig relaties geweest die langer dan een paar weken geduurd hadden. Naarmate zijn kapitaal groeide, was zijn populariteit bij het andere geslacht gestegen, maar Lucien voelde zich prima in zijn vrijgezellenbestaan en hield vrouwen vriendelijk maar gedecideerd op grote afstand. De onverwachte aantrekkingskracht die Lavinia bij hem opriep, bracht hem totaal van zijn stuk. Het liefst zou hij haar in zijn armen genomen hebben en de heerlijke mond van haar gekust hebben. Dolgraag wilde hij één voor één de spelden uit haar kastanjebruine lokken trekken, zijn gezicht verbergen in haar geurige haar en met zijn lippen de lijntjes volgen langs haar ogen, haar mondhoeken,
het kuiltje van haar keel verder naar beneden, naar de belofte van haar prachtige borsten. Lucien? Lavinia's vragende stem bracht hem met een schok weer terug in de werkelijkheid. Sorry, ik was even afgeleid, verontschuldigde hij zich haastig. En hij was uiterst dankbaar voor het schaarse licht, slechts afkomstig van een aantal flakkerende vaccinelichtjes. Bij een felle licht had hij zijn zeer duidelijke staat van opwinding vast niet voor haar verborgen kunnen houden. Inwendig vloekte hij, verdorie, hij leek wel een oversekste puber. Dit was hem nog nooit overkomen. Lucien, is er iets? Lavinia keek hem bezorgd aan. Heb je ergens last van? Lucien verbeet een grimas. De idiote situatie was dit. Hoe moest hij zich hier nou uit redden? Ineens zag hij er de humor wel van in en hij begon zachtjes te lachen. Lavinia begreep er niets van. Wat had hij toch? Lucien keek haar een beetje gegeneerd aan. Ik neem aan dat je een grote meid bent. En alles weet van de bloemetjes en de bijtjes. Lavinia fronste haar voorhoofd. Wat een rare wending nam dit gesprek. Hoe durfde hij? Ineens begon het haar te dagen. Oh, je bedoelt... Ze sloeg haar hand voor haar mond en voelde haar wangen kleuren. Onwillekeurig vloog haar blik naar zijn kruis. Oh, sorry Lucien. Ik wist niet. Ik had niet verwacht. Ik ook niet, bekende Lucien. Het spijt me dat ik je in verlegenheid heb gebracht. Dit is me sinds mijn puberteit niet meer voorgekomen. Het geeft echt niet, verzekerde Lavinia me haastig. Zoals je al opmerkte, ik ben een grote meid. Dit soort dingen kan gebeuren. We praten er niet meer over. Ze stond op en zette haar glas neer. Maar ik moet nu toch echt gaan. Tom weet niet waar ik blijf. Lucien pakte haar jas van de kapstok en hielp haar bij het aantrekken ervan, daarbij voor zorgvuldig een aanraking vermijdend. Bedankt. Lavinia grabbelde een beetje zenuwachtig in haar tas naar de autosleutels en schonk hem een laatste glimlach. Ik weet zeker dat we het eens zullen worden over de voorwaarden van mijn arbeidscontract. Tot ziens dan maar, hè? Haastig opende ze de deur en stapte naar buiten. Ja, tot ziens, echoode Lucien. En hij wachtte in de deuropening tot ze de auto van het erf reed. Toen sloot hij langzaam de deur en leunde even met zijn warme voorhoofd tegen het koele glas. Wat een idioot einde van de avond. Waarom had hij zijn mond niet gehouden? Nu wist ze dat ze hem fysiek niet onberoerd liet. En of dat een goede basis was om een zakelijke overeenkomst met elkaar aan te gaan? In gedachten verzonken knipte hij automatisch het hallicht uit en liep naar de woonkamer. De geur van Lavinia's parfum hing nog aan de kussens van de bank en genietend schoof hij de frisse bloemetjeslucht op. Het kon niet, zij had een vriend, hij werd haar baas. Lucien sprak zichzelf vermanend toe, maar veel hielp het niet. De gedachte aan Lavinia bleef door zijn hoofd spoken. Van pure ellende besloot hij vroeg naar bed te gaan, maar het duurde die nacht heel lang voor hij uiteindelijk in een onrustige slaap viel. Ook Lavinia had moeite om in slaap te komen. Ondanks de toezegging dat ze de baan in de reizende zon wilde aannemen, worstelde ze nog steeds met de vraag of dat inderdaad de juiste beslissing was. Ze geloofde inmiddels wel dat Lucien het allemaal goed bedoelde en haar afkeer van sectes deelde, maar ze vroeg zich bezorgd af of hij het gevaar niet onderschatte. De dagelijkse leiding lag immers niet in zijn handen. Hij was de financier van het project, de initiatiefnemer. De uitvoering moest hij overlaten aan anderen. In hun gesprek had hij haar verzekerd dat hij alleen gekwalificeerd personeel zou aanstellen en mensenkennis genoeg had om kwalijke intenties op te merken. Bovendien kan ik altijd jou inschakelen als ik twijfel, had hij eraan toegevoegd. Jij bent de deskundige op het gebied van menselijk gedrag. Lavinia sloot haar ogen en draaide zich voor de zoveelste keer om. Een mooie deskundige was ze. Waarom had ze dan problemen in haar relatie met Tom? Waarom had ze niet zien aankomen dat Lucien zich lichamelijk tot haar aangetrokken voelde? En waarom kreeg ze het zo plezierig warm bij de gedachte daaraan? Pas tegen de ochtend viel Lavinia in slaap en toen de wekker afliep, voelde ze zich niet bepaald uitgerust. Ze hoorde dat Tom onder de douche stond en draaide zich nog een keer om. Ze kon nog wel een paar minuten haar ogen dicht doen. Als hij klaar was, zou ze opstaan. Toms boze stem deed haar wakker schrikken. Zou je er niet eens uitkomen om het ontbijt klaar te maken? Ik moet over een kwartier weg en de tafel is nog niet eens gedekt. Verward hees Lavinia zich overeind.
Wat bedoelde hij? Wat was er aan de hand? Ze wreef de slaap uit haar ogen en zag een verontwaardigde Tom aan het bed staan. Nou, komt er nog wat van? Lavinia begreep er niets van. Ja, zij was inderdaad degene die 's ochtends meestal het ontbijt klaarmaakte. Maar Tom wist dat het de vorige avond laat geworden was. Voor deze ene keer kon hij het ontbijt toch wel klaarzetten. Ik ga me aankleden en als ik klaar ben verwacht ik dat de tafel gedekt is, beet Tom haar toe. En hij verdween naar de zijkamer waar de kledingkasten stonden. Klaar wakker nu overlegde Lavinia bij zichzelf wat ze zou doen. Als ze toegaf aan Toms eis om zijn ontbijt klaar te maken, zou ze in ieder geval de vrede in huis bewaren. Aan de andere kant voelde ze zich bepaald niet geroepen om dienstmeisje voor hem te spelen. Een beetje respect voor elkaar kon geen kwaad. Lavinia zuchtte even. Ze had helemaal geen zin om de dag weer met ruzie te beginnen. Ze sloeg het dekbed weg en slingerde haar benen over de rand van het bed. Deze keer zou ze nog doen wat Tom zei, maar vanavond zou ze hem rustig vertellen dat ze zijn steeds dwingende houding niet op prijs stelde. Misschien had hij zelf niet in de gaten dat hij haar op een tamelijk vrouwonvriendelijke manier behandelde. Ze was ervan overtuigd dat Tom haar argumenten zou begrijpen en met een goed gevoel over haar verstandige reactie liep Lavinia de slaapkamer uit.